We zijn in Rome aangekomen en net als elke pelgrim gaan wij ook als eerste naar de plek toe die het centrum is van onze kerk en misschien wel het centrum van heel het christendom. Want ook vele niet-katholieken zijn op deze plaats heilig, is voor deze plaats voor hen heilig. En het is de plaats waar Petrus begraven ligt. Petrus die hier in Rome gekomen is en hier zijn leven heeft moeten geven. Boven zijn graf staat nu die fantastische basiliek die we de Sint-Pieter noemen. Gebouwd door bouwheren als Bernini, Michelangelo, Salange, Raphaël, Bramante. Deze kunstenaars hebben er iets schitterends van moeten maken. Dat is gebeurd rond het jaar 1500, 1506 zijn ze begonnen met het bouwen van deze kerk. Er stond al een kerk die gebouwd was in 313. Maar die kerk was tot verval gekomen en kon echt niet meer gehandhaafd blijven. Er moest iets nieuws komen. En de paus besloot aan Bramante te vragen en aan Salange en al die andere kunstenaars om er iets nieuws neer te zetten. En daar hebben ze zo'n 120 jaar aan gewerkt. In het jaar 1626 kon deze kerk ingewijd worden. Het eerste wat we zien is als we hier op deze plek aankomen, dat prachtige front van de kerk. 150 meter lang, 47 meter hoog. En daarboven die koepel van Michelangelo, 139 meter hoog. Heel de Dom van Utrecht, de Toren van Utrecht, kan erin staan. En de pijlers waar deze koepel op rust, zijn in omvang even groot ook als weer die Dom van Utrecht. Het plein voor ons, vaak hoor ik pelgrims zeggen, och, hij lijkt niet zo groot. Inderdaad, dat is typisch Italiaans. Vele pleinen in steden in Italië hebben ze zo kunnen construeren dat het iets intiems geeft. Het geheim zit erin dat men dan het plein als het ware in een kom bouwt en daaromheen de gebouwen in het rond neerzet. Een soort schelpvorm. Dat geeft er een gevoel van intimiteit. Als u zich realiseert dat op dit plein 400.000 mensen kunnen staan, dan realiseert u zich ook dat het echt niet zo klein is. 400.000 mensen. En als onze paus er is, dan staat het stamp en stampvol. Geen 400.000 mensen, want velen kunnen zitten en zijn er stoelen en open plekken zijn er dan. Maar het is één grote zee van mensen die hier samen met onze paus het graf van Petrus bezoeken. Als we nog even naar de koepel kijken, dan is het een aardigheidje om te weten dat die koepel tot 1954 verlicht was. Niet elektrisch, maar kijkt u eens goed naar de koepel, dan zie je van die strepen over zitten, van boven naar beneden, ribben. En op elke rib staan schoteltjes. 'S avonds ging tot 1953 ambtenaren, werkers van de Vaticaanse Staat aan touwen langs die ribben naar beneden en zetten daar dan brandende vlaspotjes op die schoteltjes. En zo werd de koepel verlicht. De volgende morgen moesten ze weer met die touwen langs de koepel naar beneden om de potjes op te halen. Een ander frappant punt is, en dat is veel ernstiger, dat we eens moeten kijken naar de tekst die op de Sint-Pieter staat. Op de Sint-Pieter staat dat de kerk gewijd is aan de eerste van de apostelen. In principis apostolorum staat er links. En normaal gesproken zou daar de naam van Petrus horen te staan. Want die was toch de eerste van de apostelen. Maar nee, de paus had voor deze gelegenheid zijn eigen naam er maar ingevuld. Alsof hij de belangrijkste apostel was. Dat was het typische van deze paus en van vele andere pausen. Die graag hun eigen naam boven de hoofdingang zetten in plaats van de naam van de heilige aan wie de kerk gewijd was. Bij de Sint-Jan van Lateranen zullen we zien dat er keurig de naam van Jezus boven staat. Daar heeft de paus het anders gedaan. Maar dan zijn we inmiddels ook weer een paar pausen later.
Ja, en dan wil ik toch nog een paar andere saillante details hier van het plein vertellen. Zomaar leuk om te weten. En ook om te bedenken. Wat een kunstwerk of het was. We hebben verteld dat dit plein zo toch intiem lijkt, omdat het als een kom gebouwd is. Omringd met de armen van de kolonnade die de armen van de kerk moeten voorstellen, die zijn gelovigen ontvangt. Maar dan moeten we ons wel realiseren dat die kom gebouwd is in de helling, op de helling van een heuvel. De Vaticaanse heuvel. Het graf van Petrus lag bovenop een heuvel. De kerk is dus gebouwd ook op een vlak plat. Zij hebben de heuvel voor een deel moeten afgraven, plat moeten maken. En een ander deel van de heuvel, als je dat zo ziet, moeten opvullen met aarde. En om de kerk mooi plat te kunnen krijgen. Dat zijn architectonische wondertjes. Onder de kerk zelf ligt dus ook nog een heel kerkhof, wat toegankelijk is. De kerk is gedeeltelijk gebouwd op de daken van de grafhuizen. Een van die grafhuisjes was van Petrus. Als we nog verder kijken naar het plein, dan zien we natuurlijk ook de obelisk die hier midden voor ons staat. Die obelisk is de enige getuige van de moord op Petrus. Want oorspronkelijk stond hij op de arena, op het executieveld waar Petrus vermoord is. En dat was links van deze kerk. Daar gaan we direct ook nog even kijken. In het jaar 1600 zoveel hebben ze die pilaar, die obelisk, van die plek naar het midden van het plein gebracht. Toen het plein klaar was. Op de kolonnades die hier om het plein heen staan, staan in totaal 140 beelden, allemaal van heiligen. Boven het front van de kerk staan de 12 apostelen. Nou, twee ontbreken, Judas natuurlijk, Judas Iscariot en Petrus. Want Petrus wordt al voldoende in de kerk zelf geëerd. In plaats van Petrus staat Johannes de Doper boven de kerk. Maria heeft hier nooit tussen gestaan. Om een of andere reden, niemand weet het. Maar paus Johannes Paulus II, onze Poolse paus, die heeft een Maria-afbeelding laten maken tegen het paleis aan waaraan hij woonde. Een Maria-icoon hoog boven het plein. Maria kijkt op de kerk. Hoog boven het plein waren ook de appartementen van de paus, van waaruit hij zijn zegen gaf. Het zijn de laatste ramen, of zo u wil, de eerste ramen van het grote paleis hier links achter mij. Vandaar geeft hij op zondag zijn zegen. Kardinaal Simonis is eens een keer gevraagd door Andries Knevel toen ze hier bij een reportage in Rome waren. Eminentie, wat betekent deze Sint-Pieter nu voor u? En toen antwoordde onze kardinaal heel menselijk: ja, van de ene kant is het mijn moederkerk, van de andere kant is het ook de kerk die een scheuring gebracht heeft in het christendom. En onze kerk eigenlijk, waarin onze kerk eigenlijk zondig was. Deze kerk moest gebouwd worden in de jaren 1506, zo zijn ze ermee begonnen. En om geld te kunnen vinden voor de bouw is men aflaten gaan organiseren. En met name in Duitsland was daar veel protest tegen. Aflaten, met geld, je eeuwige zaligheid kopen, dat kon toch niet waar zijn. Die aflaten werden heel dwingend te koop aangeboden. Zo dwingend dat een Maarten Luther zich daartegen verzette. En hoe dat afgelopen is, weten we allemaal. Het verdriet van de scheiding van katholieken en protestanten. Het is om deze kerk begonnen. Maarten Luther, die zelf naar Rome is geweest, de vorige Sint-Pieter nog bezocht heeft, gechoqueerd was door alles wat daar gebeurde. En daartoe weer teruggekomen in zijn vaderland in Duitsland. Gezegd heeft dat de kerk moest hervormen. Nooit wilde hij een scheiding, nooit wilde hij ongehoorzaam zijn aan de paus. Maar de geschiedenis is zo gelopen zoals het gelopen is. En het is altijd troostend te merken dat zoveel protestante mensen zich toch ook in Rome thuis voelen. En graag hier met ons
bij het graf van Petrus staan.